De missie van Therapieland is 100 miljoen mensen mentaal verkrachtig maken. En dat doen we eigenlijk met ons platform, ons digitale platform, en samen met onze klanten. En wat we dan bieden is een inspirerende, intelligente en verbindende psychologie on demand. En dat betekent dat mensen in hun eigen tijd altijd toegang hebben tot de juiste kennis en expertise als het gaat om hun mentale veerkracht. Het doel is om dat niet alleen in Nederland te doen, maar ook daarbuiten ook aan te bieden. 12 jaar geleden zagen we dat digitalisering in de zorg en de GGZ specifiek nog best wel spannend was. Professionals hadden het idee dat ze vervangen gingen worden. Of sommigen dachten dat gaat nooit zo'n vlucht nemen. En nu 12 jaar later zie je dat het natuurlijk ontzettend een vlucht heeft genomen. De rol van Therapieland daarin is geweest om ook samen met de professionals en met de klanten de impact ook in kaart te brengen. En ook de handvatten te bieden over hoe je digitalisering in je zorgtrajecten kunt vervlechten. En ik denk dat dat de grote winst is geweest van de afgelopen ruim 10 jaar. Dat professionals ook zien, ik heb er iets aan. De kwaliteit van mijn trajecten worden beter, het is efficiënter en het is ook effectief. Het zorgt echt ervoor dat de behandelingen gewoon een betere kwaliteit krijgen. Veerkracht is natuurlijk een ontzettend actueel thema in de gezondheidszorg. En dat gaat in eerste plaats natuurlijk over de mensen die in zorg zijn. Heel belangrijk is dat als mensen veerkrachtig zijn, op dat moment zie je dat mensen ook de situatie beter aankunnen. Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk ook over de professionals die in de zorg werken. En je ziet dat daar op dit moment ontzettend veel verzuim is en mensen die uitvallen. Dus om daar ook de mentale veerkracht te vergroten, ja, dat helpt ook natuurlijk wel. En nogmaals, digitalisering kan daar echt een hele mooie rol in spelen, omdat ook de werkdruk op een andere manier verlegd wordt. En we zien ook dat Therapieland in 1 op de 4 gevallen zorgt dat de werkdruk van een professional verlaagd wordt. Dat is natuurlijk winst voor en de eindgebruikers, de cliënten en de patiënten, en tegelijkertijd ook voor de professional. In de praktijk komen we obstakels tegen als het gaat over de adoptie van e-health. Wat je ziet is dat behandelaren toch geleerd zijn om face-to-face gesprekken te voeren en behandelingen aan te bieden. En die digitalisering wordt niet altijd nog heel prominent meegenomen in onderwijs en opleidingen. Nou, dat is iets waar Therapieland ook in ondersteunt, om juist die handvatten wel te bieden. Dat een professional gewoon weet, in deze gevallen kan ik op die manier digitalisering in mijn behandeltraject inzetten. En in deze gevallen helemaal niet. En dan gaat het juist weer over dat persoonlijk contact wat zo belangrijk is. Waardegedreven zorg is natuurlijk een hot topic als het gaat over de GGZ en de gezondheidszorg in het algemeen. En heel veel onderzoeken laten steeds meer zien dat digitalisering een ontzettend hoge waarde kan hebben voor de cliënten en de patiënten. En samen met instellingen doen we daar dus ook onderzoek naar. We meten heel veel over wat is waarde, hoe wordt het ervaren door de cliënten, maar ook door de professionals. En dat proberen we samen in kaart te brengen door aan de ene kant gewoon altijd up-to-date te blijven met de juiste onderzoeken die er gedaan zijn, maar ook zelf veel onderzoek doen met klanten om te laten zien wat die waarde ook is en hoe je daar ook samen op kan sturen. Wat belangrijk is, is dat je met z'n allen weet wat is die waarde en hoe kun je eigenlijk kijken de kosten en de baten van die waarde, ja, waar landt dat? Wat wij hebben gedaan bij Therapieland, we hebben een health case ontwikkeld waarin we al deze elementen meenemen en die hebben we opgebouwd uit wat is de waarde voor de patiënt-cliënt. Wat is de waarde voor de professional en wat is de waarde voor de instelling die gebruik van Therapieland maakt? En op al die 3 niveaus proberen wij heel goed in kaart te brengen wat de effecten zijn en wat de toegevoegde waarde is ten opzichte van de kosten en de baten die het met zich meebrengt. Een van de belangrijkste inzichten is bijvoorbeeld voor een instelling dat de Therapieland ervoor zorgt dat je 10% efficiënter met je tijd om kan gaan. En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke claim, ook als je kijkt naar de e-health claims. Is het effectiever? Is het efficiënter? En verbeter de kwaliteit? En we zien dat we op die 3 elementen, met e-health en wat Therapieland in het algemeen doet, daar de juiste waarde toevoegen. En dat we ook echt zorgen dat de kwaliteit verbetert, de efficiëntie verbetert en de effectiviteit. Het Integraal Zorgakkoord samen met verzekeraars en andere stakeholders in het veld hebben aangegeven dat er 70% hybride zorg aangeboden moet worden in 2025. Samen met onze klanten kijken we heel specifiek hoe ga je dit voor elkaar krijgen. De lessons learned zijn dat als je goed beleid hierop schrijft, dat het ook behaald kan worden. En dat het ook helemaal niet een spannend doelstelling hoeft te zijn.
En wij helpen samen met onze klant de professionals om die 70% ook te behalen. Als je aan de andere kant, is AI natuurlijk een nieuwe technologie die erbij is gekomen. Ja, en die kan daar ook een versnelling aan geven. AI kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je de juiste inzicht als professional krijgt. Bij wie moet je nou wel digitalisering inzetten en bij wie niet? En als je het bij iemand inzet, ja, wat moet je dan precies doen? Welk stukje content of welke module of welk vragenlijst zou je in moeten zetten? En daar helpt AI natuurlijk fantastisch bij om die professional te ondersteunen in die hybride zorg. Om ervoor te zorgen dat je eigenlijk de juiste vervolgstap aan een patiënt of een cliënt aanbiedt, ja, daar kan AI een hele mooie rol in spelen. Dus wij hebben een matchmaking tool hebben we ontwikkeld. Wat we daarmee doen is dat de situatie van een persoon zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. En dan kunnen we via AI in onze technologie, kunnen we ervoor zorgen dat de juiste match wordt gemaakt met de vervolgstap van die persoon. En dat kan zijn, kijk dit programma in, kijk deze video's, doe deze opdracht of vul deze vragenlijst in. En op het moment dat je dat doet, dan zie je dat de kwaliteit van een zorgtraject ook weer vergroot wordt. En daarmee helpen we de professional om een hybride zorgpad te verbeteren. Maar je merkt ook dat de cliënt en patiënt veel meer handvatten daarmee krijgen die echt op hun toepassing zijn. Tijdens mijn sessie op het Mobile Healthcare Festival ga ik meerdere verdiepingen in op alles wat ik net verteld heb. Wat is precies die health case? Hoe helpt matchmaking tool erbij? En hoe helpt onze Therapieland Campus daarbij om zo'n hybride zorgpad te optimaliseren? En mijn doel is dat iedereen geïnspireerd naar buiten gaat over wat technologie en zorg allemaal teweeg kunnen brengen. En hopelijk ook genoeg handvatten dat mensen ook naar buiten lopen en denken van hé, dit kan ik morgen al aanpassen in mijn behandeling. Om ervoor te zorgen dat gebruikers van ons platform ook echt een gevoel hebben van ja, dit is voor mij bedoeld, doen we heel veel onderzoek. Dus we doen onderzoek naar de content die we aanbieden en we doen heel veel met ook eindgebruikers, doen we daar ook gesprekken mee voeren. Wat helpt wel, wat helpt niet, zodat we die persoonlijke match kunnen optimaliseren. Aan de andere kant hebben we natuurlijk het platform en daar proberen we ook per feature, per knopje, per flow, proberen we dat echt te optimaliseren vanuit allemaal data die we daar gebruiken. En dat kan zijn, goh, wanneer is iemand heel erg gemotiveerd en wanneer gaat iemand precies door het platform hoe wij het uit hebben gedacht. Maar als dat niet zo is, ja, dan hebben we data en inzichten en dan kunnen we daarmee aan de slag. En dat doen we altijd wel met eindgebruikers. Dus voor ons is het essentieel dat een gebruiker van ons platform ook echt het gevoel heeft, ja, dit is voor mij. En dat die mentale veerkracht daarmee ook vergroot kan worden. Ben jij werkzaam in de GGZ of in de zorg en vind je het hartstikke interessant om na te denken over hoe kan technologie, waardegedreven zorg en AI allemaal bij elkaar komen? Kom dan naar mijn presentatie op het Mobile Healthcare Festival op 6 november. Tot dan!